We zijn hier in Wilkowice in Polen bij de werkplaats van Marek Tesluk. Misschien kun je hem even in beeld zetten, algemeen. Ja, dat is Marek. Hij bouwt panfluiten, zoals deze. Het is een fluit van kersenhout. Dat doet hij in deze werkplaats. En daar gaan we nu een kijkje nemen. I tu premier może się zdziwić. Oponenci polityczni złożą po południu w krakowskiej prokuraturze doniesienie na Ewę Kopacz i rząd. Rzecznik PiS mówił w Twitterze, że obozenie Prawa i Sprawiedliwości.